Ze is verscholen, diep in het depot. Ja, ze staat hier, want het is een vrij groot beeld. Groot en vooral bijzonder, dus ze zal gemist worden. Ja, enorm, want het is een prachtig beeld, zoals je kunt zien. Maria die haar zoon Jezus vasthoudt. Jezus die van het kruis af is gehaald en nog helemaal zijn wonden toont. Ja, wat mij fascineert aan dit beeld is de enorm droevige blik van Maria. Het houten beeld is geroofd door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. En nu gaat het naar de erfgenaam van de eigenaar. De kleinzoon van de Joodse kunsthandelaar Fritz Gutmann. Daar staan we natuurlijk altijd achter. Het wordt heel zorgvuldig onderzocht door de commissie, door de restitutiecommissie. En op het moment dat er zo'n besluit valt, kun je dat alleen maar respecteren. Maar ja, jammer blijft het natuurlijk wel als zo'n fantastisch stuk het museum verlaat. Museum Catharijneconvent heeft nog 8 werken in bezit waar een zogenoemde claim op rust. Waaronder deze 2 schilderijen. Nu te zien op de tentoonstelling Verborgen Verhalen. Dan maak je zo'n plan waarin je dit soort schilderijen opneemt. Maar altijd in het achterhoofd de gedachte van ja, deze 2 prachtige werken kunnen misschien ook nog teruggevraagd of teruggaan. De Pietà wordt op dit moment niet tentoongesteld in Museum Catharijneconvent. Maar dat maakt het beeld niet minder belangrijk, volgens de conservator. We waren juist bezig om weer plannen te maken om toch dit beeld weer in zicht te brengen bij de mensen. Omdat we zeiden van ja, dat kan eigenlijk niet dat zo'n prachtig beeld in het depot staat. Met die plannen moet het museum nu dus haast maken. Maar Catharijneconvent overweegt om de Pietà versneld tentoon te stellen, zodat iedereen afscheid kan nemen.